Hey Marco, ik zie dat je druk bent, maar ik heb nog een paar ideetjes voor je, dus succes ermee. Ik ga naar huis. Nog meer. Ja. Hoort erbij, jongen. Wat laat het je vandaag. Zo, vandaag kan ik mijn nieuwe fiets ophalen. Ik kan niet wachten om er zo meteen een lekker stukje op te fietsen. Roel? Ben jij dat? Natuurlijk ben ik het gewoon, meneer Verhoeven. U komt een nieuwe fiets ophalen? Maar Roel, je ziet er zo anders uit. Ja, het is vandaag Dierendag. Oh ja, nou, dat is waar ook. Maar je komt je nieuwe fiets ophalen dus. Heb je hier ook aan gedacht? Deze moet je natuurlijk ook hebben. Onmisbaar voor op de fiets. Een hondenmandje, wat een goed idee. Jan, wil jij dat mandje er even op zetten voor meneer? Ja hoor, dat doe ik wel even. Heel slim om je hond mee te nemen op de fiets. Dan hoef je daar niet meer die stinkende, vervuilende auto voor te gebruiken. Wilt u pinnen of contant betalen? Nou, doe maar contant. Het mandje zit erop. Je fiets is helemaal klaar. Loop maar met me mee, dan help ik je even met de deur. Oeh, heel erg bedankt. Ik ga meteen een mooi stukje fietsen. Ga jij nog iets leuks doen vandaag? Ik heb vandaag mijn huisdier meegenomen naar het werk. En daar ga ik zo een rondje mee lopen. Jongens, is het goed als ik even weg ben? Ja hoor, het is goed. Je hoeft niet meer terug te komen. Kom maar Roel, ga je mee? Ik ga naar huis.